Vandaag begint het avontuur. In het kleine kasteel. Het feestje! Kom op allemaal, we gaan ons klaarmaken voor het feestje. Feestje? Daisy en Poppy's verjaardagsfeestje. Oh nee! Feestje, feestje! Twee toverende ukjes is erg genoeg. Maar op een feestje komen altijd heel erg veel toverende ukjes. Ik weet iets. We geven het feestje, maar we nodigen gewoon niemand uit. Ta-ta-ta-ta! Ik heb alle uitnodigingen verstuurd en iedereen kan ook komen. Oh, wie komt er? Kleine lieve Toby. Toby is echt dol op feestjes. Oh nee, Toby is echt een monster. En Framboosje. Toch niet mijn kleine zusje. Zelfs haar toverstaf is brutaal. En Netelelf. Mijn kleine zusje. Zij heeft een prikkende brandnetel in haar hoed. En die prikt heel erg als je hem aanraakt. Netelelf is de ergste van allemaal. Dat is niet zo raar. Haar oom is tenslotte een zeepiraat. Ja, Robert de Elfenpiraat. Dit verjaardagsfeestje wordt echt een hele grote ramp. Wel nee, majesteit. Ik heb alles voorbereid. We doen magische spelletjes. Daarna komt mijn magische show. En het eindigt met magische pudding. Magie. Ik had het mis. Dit verjaardagsfeestje wordt helemaal geen ramp. Het wordt gewoon een catastrofe. Dank u, majesteit. Weet u, koning Distel? U moet gewoon een elfenfeestje geven. Een wat? Op een elfenfeest doet er helemaal niemand aan magie. Hoe zit het dan met mijn magische show? Daar zijn die kleintjes dol op. Wij hebben de grote goochelelf. Een echte goochelaar. Hij gebruikt geen echte magie, maar hij doet trucjes. Goed idee, Ben. Het klinkt heel erg veilig. Ja, en heel saai. Precies, ja. Juffrouw Pruim, bel die grote goochelelf en zeg hem dat we kinderen hebben die we willen vervelen. Ik bedoel, vermaken. Oh, wat u maar wenst, majesteit. Welkom op het feestje. Toby is echt dol op feestjes. Tot strakjes, Toby. En gedraag je. Ja, mama. Oh. Hallo, Netel. Au, dat prikt. Juffrouw Pruim, mijn suikappelvatje. Heel erg veel plezier, Netel. Ik kom je straks weer ophalen. Ho, ho, rustig aan, kinderen, alsjeblieft. De grote goochelelf. Dat is gewoon de wijze oude elf. Ik ben niet gewoon de wijze oude elf. Ik ben ook een kinderentertainer. Oh, loop dan maar door. Deze kinderen zijn nogal onhandelbaar. Vooral als ze magie gebruiken. Ik wil geen magie op dit feestje. Ik gooi de toverstafjes in de bibliotheek, waar ze geen problemen veroorzaken. Dat is slim, zeg. Tijd om een feestje te bouwen. Hoera! Muzikale standbeelden. Als de muziek stopt, moeten jullie net zo stilstaan als een standbeeld. Aha, Framboosje, ik zag je bewegen. En jou ook, Netel. Dat komt omdat ze nog niet in steen zijn veranderd. Ah, nee, besje. Je hebt ze omgetoverd in echte standbeelden. Natuurlijk. Zo spelen feeën het spel muzikale standbeelden. Maar dit is geen feeënfeestje. Dus maak ze weer normaal. Oké. De toverstafjes van de grote kinderen gaan ook in de bibliotheek. Nu spelen we het spel Prik de staart op de ezel. Dit is de ezel. Hij lijkt op een varken. Of een eend. Nee, het is een ezel. Zo, ik doe een blinddoek om Netel Elf en dan mag zij de staart op de ezel proberen te prikken. Au, ze prikt me alweer. Wat is dat toch een stom spel. Je moet de staart op een grote draak laten prikken. Ah! Ah, het feestje van de tweeling is begonnen. Haal die draak weer weg! Oké. Ik
vond het feestje gewoon te saai. De toverstafjes van de volwassenen gaan ook in de bibliotheek. Nu is het tijd voor mijn goochelshow. Hoera! Koningin, kies maar een kaart. Oh, niet laten zien. Wat is uw kaart? Het is harten 2. Uw kaart is harten 2. Dit is de slechtste truc die ik ooit heb gezien. Ik vond hem best wel goed. Hoe deed hij dat? Nu mijn volgende truc. Ik verander mijzelf in een echte muis. Oeh. Maar jullie kleintjes moeten wel even wachten in de bibliotheek. Hoe verandert u zelf dan in een muis? Ik zet deze oren op en deze neus en... Was het wel een goed idee om die kleintjes in de bibliotheek te laten? Wat? Want daar liggen ook alle toverstafjes. Geen paniek, de grote goochelaar lost dit wel op. Ik laat ze mijn muistruc zien en maak ze aan het lachen. Omdat u voor schut loopt. Ja, dat is wel grappig. Kijk, kinderen, ik heb mezelf veranderd in een... Muisje! Piep! Wauw, dat is nog eens een goed kostuum. Die kleintjes hebben een wijze oude elf veranderd in een echte muis. Piep! Kan iemand me alsjeblieft terugtoveren in een elf? Nee, want iemand hier heeft al onze toverstafjes in de bibliotheek gegooid. Ah, ja. Piep! Hoi, landrotte. Ik kom mijn nichtje Netel halen. Oh, het feestje is nog helemaal niet voorbij. Nog niet? De kleintjes zitten in de bieb met gevaarlijke toverboeken. Ze hebben alle toverstafjes. En ze hebben de wijze oude elf omgetoverd in een muis. Piep! Klinkt als een leuk feestje. Oh nee, het is ineens stil. Ze zijn niet van plan. Ik neem een kijkje. Zeg hallo! Hallo? Er is niemand meer. Alleen de stafjes. Ach, wat fijn dat ik jou weer terug heb. Juffrouw Pruim, nu u uw toverstaf weer heeft, zou u mij dan misschien... Natuurlijk, o grote goochelaar. Suffe oude elf, word weer uzelf. Oh, maar waar zijn die arme kleintjes gebleven? Ik was hier al bang voor. Daisy en Poppy hebben de geheime doorgang gevonden. En waar gaat die geheime doorgang naartoe? Naar de geheime kamer. Ik wist niet dat we een geheime kamer hadden. Dat is omdat het geheim is. Er zit een gevaarlijke magische macht in die er nooit mag worden uitgelaten. Dus dat is geen goede kamer voor kleine peuters. Ik hoor het geluid van blije peuters. En nog iets anders. We gaan niet naar binnen. Doe niet zo gek. Wat een gedoe om een gruwelijke magische macht met onvoorstelbare krachten. Ik regel dit wel. Succes, mijn dappere zeemermin. Daar. Wat zie je daar binnen? Vreselijke dingen. Roodbaard zal ze redden. Hier zijn de kleintjes. Vervol, juffrouw Pruim. Ze is gered. U bent nu veilig, mijn pruimenpuddingje. Ik zag veel gruwelijke dingen op zee. Maar dat is niks, nee niks, vergeleken met wat ik zag in die kamer. En daarom moet die deur ook op slot blijven. Zo, het feest is afgelopen. Nou, dat viel nog best wel mee, toch? Maar hoe zit het met de pudding? We hebben nog geen magische pudding gehad. Magische pudding! Magische pudding! Oké, juffrouw, maar maak dit keer niet weer te veel. Kijk, magische pudding. Dat is mooi. Dan is het feestje bijna voorbij. Ah, Framboosje, heb je het leuk gehad? Ja, mama. Toby, zeg dank u wel voor het feestje. Dank u wel voor het feestje. Graag gedaan, hoor. Tot ziens, Netel. Auw, nu prikt ze me weer. Framboosje is ook bijna jarig. We hoorden dat u een kinderentertainer had die goed overweg kan met peuters. Ja, hier is die. De grote goochelaar. Geweldig.
Tot op het feestje van Framboosje dan.